Gecontroleerde reviews, betrouwbare webshops en heldere prijzen. Voordat je wat koopt, kijk wat hij kan op kieskeurig.nl. Welkom bij Prul of Praal, de videorubriek op nu.nl, waarin we gadgets bestellen uit China en kijken of het wat is. Mis je de dagen van de Nokia 3310, dat je nog geen Facebook had of Twitter, geen afleidingen? Dan heb ik nu goed nieuws voor je. Die telefoon is terug, maar dan in het heel klein. Ja, het is natuurlijk niet echt de Nokia 3310, maar hij lijkt er wel enorm op. Het is de L8 Star BM10 en eigenlijk kan hij hetzelfde als vroeger, namelijk bellen en sms'en en hij heeft Bluetooth. Ja, we gaan hem natuurlijk even testen bij Prul of Praal en daarvoor moeten we hem eerst even aanzetten. Daar gaat hij. Welkom. Staat erop. Nou, hij is aan. Het eerste wat opvalt als je dit ding gaat gebruiken is hoe klein het allemaal is. Het zijn priegelige knopjes, maar het werkt allemaal naar behoren. Er zit een menu op waarmee je bijvoorbeeld naar je telefoonboek gaat of naar je sms'jes. Die moet je tikken met T9, net zoals vroeger. Het enige wat er niet op zit helaas, is Snake. Aww. In dit kleine dingetje kunnen 2 simkaarten maar liefst. En die gaan hier achterin in, hier onder de batterij, zitten 2 plekjes voor simkaarten. En dan is het even een beetje pielen hoe dat dan losgaat. Oh, dit ding is nu kapot. Maar hier moet hij dus onder. Ik ga even kijken of ik hem nog terug kan duwen, maar ik doe dan ook meteen het simkaartje erin. Hop. Nou, dan kan die weer aan. Ja, het werkt. Nou, dan kan ik nu doen waar de telefoon voor bedoeld is. Ik kan wel even iemand opbellen om te kijken of het ook echt werkt zoals geadverteerd. Hallo Bas, hoor je mij? Het klinkt best wel goed, toch? Ja, jij ook. Ja. Nou, top. Fantastisch. Naast bellen en sms'en kun je hem ook nog gebruiken als een soort klein speakertje. Daarvoor verbind je hem via Bluetooth aan je telefoon. En dan koppel je de 2 toestellen aan elkaar. En nou ja, voor je het weet heb je gewoon een nummer dat je kan afspelen. Eigenlijk ben ik best wel heel tevreden over dit kleine telefoontje dat maar 14 euro kost. Leuk dingetje voor erbij, bijvoorbeeld voor als je naar een festival gaat en je wil niet jouw dure telefoon meenemen, dan heb je hier genoeg aan. Wil je hem nou winnen? Dat kan natuurlijk. Mail dan naar prul@nu.nl en wie weet loop jij binnenkort met dit minuscule telefoontje in je hand.